te veel lawaai, hè? Ah, hallo, hier zijn jullie weer. Ja, we staan hier in de hof van die villa van die ik er juist van voor heb laten zien met die foto. Ja, je ziet, hier is een hof van de rijke Antwerpenaren die hier een villa hadden en die hier kwamen genieten van het groen, de frisse lucht en de stilte. Ja, je ziet hoe mooi en hoe dat allemaal is. Ja, ik heb net de chance hier in de hof te mogen staan, want normaal kan dat niet altijd. Maar het is wel leuk voor de is te verkennen. En je ziet, ze zijn hier wel aan het verbouwen. En zo is het door de tijden heen altijd wel wat veranderd. Ieder naar zijn goesting. Want die Antwerpenaren, er zijn heel de families hier gewoond. En iedereen gaf er graag een andere naam aan. En mochten dat ten hof en het huis naar hun eigen goesting, zoals hij zei. En nu zijn ze dat weer aan het verbouwen. En het is wel eens leuk voor te zien het verschil tussen vroeger en nu en die stappen die er allemaal tussen zijn geweest. Dan kun je zo vaak de zeven verschillen zo, dat je kunt kijken of vergelijken. Zo, hè. En wat ook wat tof is, en dat ga ik direct doen, is eens een foto pakken zoals het origineel vroeger die foto was die ik had. Dat kon ik eens proberen na te doen. Had ik niet omver worden gereden. Hè. Allee, veel succes nog, hè.